docent is en die gaat zich gewoon voorstellen. Hij is een student die de opleiding binnen 3 jaar heeft afgemaakt. Maar laat me eerst de vraag beantwoorden en dan kan ik eentje aan het woord. Je vroeg, kijk nu nog onder, je vroeg wat de studie als het per jaar is. Ja, het is 500 per jaar. All in, je kan, er zijn geen sterretjes, geen boeken, alles is inclusief. En je kan aflossen en termijnen en je kan een SRD betalen. En als je in 3 jaar afstudeert zoals ieder, dan kost het je echt 3 jaar van 25. En als je in 3,5 jaar doet, dan kost het je nog steeds niks, want dat half jaar is kosteloos. Was dat? Je hebt nog een vraag, maar schooldagen. We zijn een avond opleiding. Dus dat wil zeggen dat we beginnen om 6 uur. Eindigen om 9:30. Maar we kijken ook naar de studielast. Dus je gaat hier nooit meer zijn dan 3 keer per week. En vaker 2 keer dan 3 keer. Per week. Omdat we rekening houden met je werk. Na je werk moet je nog hier naartoe komen. Sommige mensen, vrouwen en kinderen, zo'n dingen nog op. Man en kinderen. Oh ja, man en kinderen, ja. Ja, ik moet even wat zeggen, we hadden op een moment dat we 15% van de studenten waren vrouw. Oké. Mannen zijn afgevallen, er zijn vrouwen afgevallen. Maar we hebben toch nog een aantal vrouwen en ik denk dat we dit jaar onze eerste vrouw gaan hebben die gaat afstuderen, vrouwen. Dit jaar. Wat me wel is opgevallen, trouwens ik moet even iemand voorstellen, dat is onze Facebook administrator. Ik weet niet waar die is. Dat is Sprekers. Oh, dat is dus alles wat jullie op Facebook zien, is Sprekers. En ik moet je eerlijk zeggen, hij heeft een goede job gedaan. Want we hebben volgens mij de afgelopen maand meer dan 100.000 views. En het effect is ook te merken bij de belangstelling. Want we hebben nog nooit zoveel belangstelling gehad van vrouwen. Dames. En Nathan is heel erg sterk vertegenwoordigd. Ook bij de dames. Maar ik moet wel iets erbij zeggen. Toon, mogen we even die slide zien van de studenten? Kijk, ik heb wel gemerkt dat bij de studie, zeg maar bij de presentatie, dat is op internet van dat. Nee, ik heb hem hier. Dit is Prins van. Nou, misschien lijkt het alsof jullie denken dat omdat het Prins van is. Dat het, maar Prins van had tweemaal zoveel meer vrouwen als zijn audience. Maar achteraf kwam ik tot de conclusie, want ik communiceer met die mensen hè, op internet, ze mailen me, ze bellen me, dat de studie van Griezma was, weet je de studie toen? Onderzoek naar het implementeren van HRM-applicatie. En wat zeiden al die vrouwen daarvan? Ze gaan HRM werk niet studeren, we gaan HRM werk niet studeren. Maar je hebt ook, de techniek is altijd aanwezig. Dus als je bij iemand komt om HRM te studeren, ga je de applicatie achter de HRM. Dus het gaat om de software, de hardware, de processen. Dus je gaat ook niet wat HRM is, je gaat ook kunnen invoeren, maar je gaat ook die techniek ervan leren. En ik had het idee, ik hoop dat die vrouwen dat begrijpen, dat het is niet dat je echt gaat voor een bureau zitten en alleen maar voor feestdagen en verlofdagen en nee, die techniek erachter ga je wel zien. Rochelle zegt dat dit feest maakt. Maar goed,
Fons. Ja, een vraag en dan geef dat poeder. Ingangsniveau. Oh, kijk, we zijn een ICT-opleiding. En het probleem, ik zie een van de oprichters, die willen ook binnenkomen. Een van de oprichters, de mede-oprichters van INET, zie ik binnenkomen. En ik denk dat jullie. Ja, jullie mag niet voor je zitten. Zijn vanaf naar voren gestuurd. En dat is euro, maar 600 euro is zijn voorstel. Het is euro, voorlopig is het euro. Euro, je krijgt gelijk. Ja, maar één van de vragen beantwoorden en dan gaan we naar poeder en euro. Oké, okay. Ingangsniveau, kijk. Okay. We zijn een ICT-opleiding. En het probleem dat we de vorige keer hadden, want we hebben twee keer een visitatie gehad. Hè. De eerste keer was 2015. En daarna dit jaar, De eerste keer begreep men INET niet. Men begreep INET niet. Men kwam hier met een Hollandse idee van als je die is studeert, studeer je eigen verwijskunde, projectmanagement, theorie. Maar die koppeling tussen praktijk, dat wat we nu hebben, dat we Microsoft vakken hebben, Linux vakken, software, web development, PHP, Wix, noem maar op, Cisco, dat begreep men niet. Maar, en een van die standaards van hun was, als iemand 17 jaar is en die persoon heeft een HAVO-diploma, dan moet je die persoon verplicht accepteren. Maakt niet uit welke studie je doet, je moet die persoon verplicht accepteren. Maar als iemand komt die bij Telesur heeft gewerkt 30 jaar, en die, hoeveel diploma's heb jij? 19 Cisco diploma's. En 30 ICT-diploma's heen, dan zou je die persoon niet mogen accepteren. Daar heet dat ook voor. Dat wil zeggen, nee. We zijn een ICT-opleiding, dus die mensen accepteren. Want soms moeten we ze via een bepaalde instroom accepteren. Maar ze mogen ook een ICT-studie. Dus jouw vraag, ingangsniveau bij INET is, het eerste jaar is de focus op basic ICT-vak. Dus als je weinig weet, je weet alleen maar een computer aan of uit te maken, dan gaat het eerste jaar zwaar zijn jaar. Maar het kan. Want we gaan het eerste jaar ready maken voor, zeg maar, het tweede jaar waar je te maken gaat hebben met meer complexe vakken zoals software en engineering. Dus de persoon die binnenkomt en die als het ware tegenwoordig iedereen wat van IT, iedereen kan nu ontvangen de smartphone en zo. Maar zeg maar de infrastructuur, de bepaalde lagen die we hier behandelen, die gaat het eerste jaar gewoon weer meenemen aan je hand. En we gaan je meetrekken, omdat we dus niet als bepaalde opleidingen hier zo 5 lessen geven voor jou. Wat ben je in 5 lessen? Meerdere zit hier, Koenig zit hier. Deze man zijn 10 lessen bezig. Kies per blok. Bij bepaalde instituten is het na 5 lessen gaan thuis studeren. Ga boeken lezen. Hier niet. Dus het ingangsniveau van iemand is over die kansen. Min of. Zelfs als iemand van 16 jaar hier kwam met de HAVO-diploma, moet je die persoon accepteren. Maar wij zeggen van het is goed. We accepteren dat op het eerste jaar. Echt zwaar aangepast. En die vrouwen hoeven niet bang te zijn, want je moet niet een plafond zetten en dat soort dingen. Maar je gaat precies moeten weten wat daar gebeurt. Ja, die jongens zien zo, die weten precies wat er gebeurt aan de eerste tafel. Zitten de router switch, dat soort dingen. Yes? Oké, okay. Ja. Daarna. Ik wil even een aanvulling aanvullingen op jouw vraag. Ik ben iemand, ik heb nooit een officiële opleiding gevolgd bij een instituut. Ik kocht een boek in Nederland
laat me het begin vertellen. Ik ben hier nog een hele koffieshop. En ik ben weggeplukt door ene Charles Soest. Die was toen een beetje succesvol geworden in de ICT. Je moet niet zeggen wat voor koffieshop je bedoelt. Ja, nee, joh, beroep. Ik en 8 andere jongens, die van lang aan de dag ook een dikke boterham verdienen, zaten letterlijk maar wanneer ik er ook aan de kruiskade in Hopland. Ik zou het doen, vol op banken. Maar wat ik wil zeggen is, geloof in de techniek en geloof in je studie. Ik heb nooit een officiële instituut, nooit. Ik heb gewoon boeken gekocht, maar ik hoor vandaag aan de dag wel dat er 3 Surinamers in de wereld die CCI hebben. Geloof in je studie. Oké, en 2 van de Surinamers zijn hele goede vrienden van hier. Want via die ene ken ik hem. En die andere ken ik ook hoor. Is het niet met dame? Oh, dat ben ik aan. Oh, ik ken ook een dame, maar goed. Dat zou wel toevallig zijn. Is het zijn 4? Nee, ik ken een dame. Oh, ik kan de naam noemen, Wouter. Wouter. Oké. De maatje die we vroeg naar Poeder, onze student die binnen 3 jaar is afgestudeerd en nu docent is software testing. Misschien kan hij wat over zichzelf vertellen en daarna gaan we naar u. Ik ben wel begonnen met studeren op de HAVO, ineens bij de HAVO. Ik heb het gedaan in Nederland. Daarna ben ik psychologie gaan studeren. Mijn eerste sociaal en religieuze dienstverlening. Dus ik heb eigenlijk een soort van route gemaakt van studies die ik wel leuk vond. Maar ik wist niet goed wat ik wilde. Toen ben ik in software testing beland. En daar heb ik mijn ervaring op gedaan. Daar heb ik mijn ervaring op gedaan in software testing en ben ik gegroeid tot testmanager. Maar ik merkte wel dat hoewel ik de ervaring had, ik toch niet in de diepte kon gaan met mijn vak. En daarom had ik besloten om toch te gaan studeren. En ik merkte dat dat voor mij het beste werkte. Want ik had toen eindelijk een studie gevonden waar ik alles wat ik heb geleerd in het vak, dat ik dat nu gewoon uit de theorie kon halen. Want als je ervaring opdoet in een vak, kan je heel veel groeien. Maar mensen delen alleen datgene wat ze waardevol vinden. Terwijl als je in de boeken gaat duiken, dan merk je van, oh, dit is die theorie. Oh, wacht even, dit is ook interessant. Nu kan je zelf faciliteren wat je belangrijk vindt en wat je niet belangrijk vindt. En ik moet zeggen, docenten zoals Lewis en Tom en Step, ze proberen je wel te pushen. Dus als ze zien dat ze gaan op jouw niveau, gaan ze proberen het beste eruit te halen. Vooral deze naast me. Als zij zien dat er meer zit, dan gaat hij echt pushen. Dan is hij niet tevreden met een 9 als ze zien dat je een 10 kan halen. En dat vind ik wel prettig. En dat heb ik ook overgenomen. Dus ik probeer dat ook bij mijn studenten te doen. Ik wil eigenlijk dat als je het vak hebt gevolgd, dat je weggaat en dat je het kan toepassen op je werk. Zo concreet moet het zijn. En zelfs als je het vak niet zou beoefenen, dat je tenminste als je een projectmanager bent, wel de mensen kan sturen die wel in dat discipline zitten. En net wat Melvin zegt, weet je, je moet er wel voor gaan. De vraag was zojuist ook van hoeveel studiedagen. Het ligt bij jezelf. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vakanties besteed aan het schrijven van papers of mijn scriptie of het bestuderen van tentamens. Ik heb de overtollige vakantiedagen van Suriname heb ik gebruikt om me voor te bereiden voor de dames. En het is even investering wat je moet doen. Dat komt niet makkelijk. Maar ik moet zeggen, het heeft wel zijn vruchten af voor. En ik ben sowieso verrast van het talent wat in Suriname is. Probeer niet genoegen te nemen met een 6 als je een 7 kan halen. Neem niet genoegen met een 7 als je 8 kan halen. Probeer jezelf te zien als iemand die wil gaan opereren op internationaal niveau. En dat zeg ik ook tegen mijn studenten. Ik wil niet dat je een niveau krijgt dat je binnen het Surinaamse bedrijfsleven, zeg maar, je weg kan vinden. Nee, je moet meer zijn dan dat. Waarom niet 1 tot 1 van de, waarom niet de 4e worden? De 4e Surinamer die iets op internationaal niveau bereikt. Je moet jezelf niet klein zien, al is het dan klein. Nou ja, dat zeg ik niet zo klein. Maar probeer jezelf te pushen tot een level, zeg maar, dat je gaat meetellen. Laat het niet afhangen, want ja, je kan de hele dag de schuld aan Bouten geven, maar uiteindelijk komt het toch aan wat je zelf erin stopt.
Ja, dus dat wil ik jullie meegeven. Als je hier zit, dan zit je hier, hoop ik, met een bedoeling, omdat je een pad voor ogen hebt. Maar je gaat er meer van genieten als je er hard voor hebt gewerkt. En dan ga je het ook zien naar je resultaat. Ja? Dankjewel, Etienne. Om even nog even terug te komen op wat Etienne zei over het internationale. We hebben in de specialisatie Business Management en ICT, hebben wij een vak International Business Management, wat ook bedoeld is om die internationale focus, die we bij de studenten proberen bij te brengen, om dat ook gestalte te geven. En dus met dat vak International Business Management krijg je ook allerlei competenties aangereikt om ook internationaal, niet alleen in de regio, maar overal in de wereld, op een bepaald niveau te kunnen functioneren. Het is een keuzevak, maar het is wel een vak wat bij die specialisatie hoort en wat je ook de tools geeft om internationaal te kunnen functioneren. Ik wilde graag het woord geven aan Giro Di Poderano. Giro is een van de medeoprichters van IMINT. En